Bel Campo is de schrijver van groteske en fantastische vertellingen. Het grote gebeuren is misschien wel zijn bekendste werk. Het beschrijft de dag des oordeels. Bordewijk was een groot liefhebber van het werk van Bel Campo. Bel Campo was in zijn eentje eigenlijk een literaire stroming. Een hele bijzondere, bijna niet na te volgen schrijver. Daar is dan in de eerste plaats de figuur waar alles om draait, Tante Bertha. In geen enkel geschiedenisboek zal men haar aantreffen. In geen cultuurgeschiedenis, in geen politieke geschiedenis, in geen geschiedenis van de wetenschap, van de godsdienst, van de mode, van de vrouwenbeweging, van de prostitutie wordt zij vermeld. Kortom, op geen enkel gebied van de menselijke werkzaamheid is zij van enige betekenis geweest. Maar in de hemel is men van haar zielenroezelen goed op de hoogte en worden haar daden en haar dagen met grote aandacht gevolgd. Zo groot is het verschil tussen iemands belangrijkheid op aarde en daarboven. En het wonderlijke is dat wanneer we haar leven en haar dagelijks leven beschrijven, het daarbij niet mogelijk is een reden voor deze hemelse belangstelling op te geven.